Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Jordi, die krijgt nu zijn flesje en gaat zo naar zijn bedje toe. Niels ligt hier op de bank ziek te zijn. Echt een mannengriep, daar heeft hij last van. En ik ben hier ondertussen met van alles bezig geweest. En ondertussen voor zustertje spelen, want ja, hè. Als een mannengriep heerst, dan moet ervoor gezorgd worden. Hè? Zijn ze al zielig. En met Jordi gaat het al iets beter. Die heeft momenteel geen koorts of verhoging meer. Dus dat is goed. En het eerst nou eenmaal. Ik hoop alleen echt dat het niet bij mij komt. Maar goed. Je weet nooit. Maar voor nu moet ik zuster Mandy en zuster Mama spelen. Ja. Niels doet niet filmen vandaag, want dat hoofd wil je gewoon niet zien, want dan krijg je gewoon medelijden met hem. En ja, mannengriep, daar moet je geen medelijden mee hebben, maar goed. Hè? Vrouwen moeten al doorgaan. Dus, maar goed. Ik ga deze even verder de fles geven. Bijna heeft hij hem op. En dan ga ik hem in bedje leggen. En dan ga ik verder waar ik mee bezig was. Zo. Jordi is inmiddels alweer wakker. Ik heb hier de boel beneden allemaal gepoetst. Niels heeft de hele tijd op de bank gelegen. Is ziek natuurlijk. Met Jordi gaat het ietsjes beter. Hè? Ja! Die zit even lekker Boomba te kijken. Die heeft al gegeten. Ik maak voor Niels en voor mij een roerbakgerecht. Wat een beetje wat lichter op de maag is. Zodat hij daar minder last van heeft met zijn maag. Daar ben ik bijna mee klaar. En dan gaan Niels en ik eten. En dat is een beetje wat we vandaag gedaan hebben. Ja, ik vind het altijd zo stom om dan te gaan filmen, vooral als bijvoorbeeld Niels ziek is. Want dan heb ik toch het idee dat ik hem lastig val of zo, of wat dan ook. Dus, maar goed. In ieder geval, ik ga even mijn eten afmaken en dan gaan we even eten. Een hele goede morgen. Jordi ligt lekker in de box te spelen. Heeft een beetje uitgeslapen, dus het zal allemaal weer iets later worden dan normaal. Volgende week ga ik beginnen met opnieuw een ritme inzetten. Dan is hij weer een stuk beter. Nu is hij nog steeds flink aan het snotteren aan het doen. Dus ik ga gewoon heel even kijken hoe het loopt. Maar als het goed is, volgende week gaan we weer met een strak regime hier aan de gang. Niels is inmiddels weer naar zijn werk. Die voelde zijn eigen vanochtend zo goed, of goed genoeg in ieder geval, om te gaan werken. Hij is ook niet zo'n thuiszitter. En hij baalde er ook verschrikkelijk van dat hij zo beroerd was. En hier gaat het gewoon leven weer door. Vandaag hoef ik gelukkig niet naar de winkel. Dat heb ik gisteren allemaal al geregeld. Ik denk dan hoef ik vandaag even niks, want ik heb gisteren best veel gedaan. Ik heb gisteravond nog alle was opgevouwen die ik nog had en gedaan. Dus dat is eigenlijk. Ik heb ook alweer een nieuwe was aanstaan. Jordi heeft inmiddels een middagdutje gedaan en is wakker en heeft zichzelf omgedraaid in bed om met zijn knuffels te spelen. Hallo, had jij geslapen? Hallo? 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 Had je lekker geslapen? Adjabu.
Ja, jawel. Ja, pak hem maar. Probeer het maar. Probeer het maar. Ja, probeer het maar. Je moet hem iets dichterbij pakken. Iets dichterbij pakken, deze pakken. Nou, dat doe jij goed. Ja, dat doe jij goed. Goed zo. Ja. Mama jou eruit halen. Kleine zeemerman. Dichterbij pakken. Deze pakken. Nog een keer proberen. Ja. Goed zo. Wat doe je dan goed? Ja, hallo. Hallo. Ja. Super goed van jou, vent. Ja. Eisje. Kan je nog happen? Goed zo. Jippie. Nou. Kan papa ook mee eten? Ondertussen is Niels weer thuis. Niels, vertel even aan de mensen hoe jij je voelt. Goed. Voelt jij goed? Ja. Oké. Okay. Maar ik blijf echt niet zonder reden thuis, want ik heb een vrouw met hormonen, dus... Nou, wij zijn ondertussen aan het eten. We eten spruitjes met aardappeltjes en vlees. Ja, dat is Niels zijn bord. Die is natuurlijk overvol. En dit is Jordi zijn bord. En dit is Jordi. Ja. Wil je happen? Goed zo. Papa, ga weg. Dit is mijn blad. Wil je happen? Even een spruitje zo proberen. Is het lekker? Yummy. Nou moet je bijten, hè, jongen. Wat op? Ja, dat is nat, hè? Pakken? Slokje drinken, kom. Even slokje drinken, Jordi. Jawel. Hij moet er met zijn vinger op in zitten. Kom eens. Jawel. Nee, drinken. Je hebt niet een slokje gepakt. Oh, dat lijkt toch wel lekker. Dat is vaker bij Jordi een probleem. Dan hebben we, zeg maar, een hapje of iets waar hij niet echt, zeg maar, snapt of doet.
En dan moet hij altijd, het eerste hapje, moeten we altijd ruzie maken. Dus ook met het eerste slokje. En zodra hij het dan heeft, dan is het goed. Dan drinkt hij graag. Goed zo, dat was een goede slok. Die is straks wel even wakker geweest. Maar die slaapt in principe ook gewoon lekker, denk ik. Hij ligt lekker op zijn rug. Ja, meneer Snurky. En wij gaan ook lekker slapen. En we gaan bij deze hoek de vlog afsluiten. Nou, welterusten en tot de volgende. Welterusten.